Of de VZ2 is opgericht in 1966. De werken zijn onmiddellijk begonnen en rond 1968-69 zijn de eerste 9 holes klaargestonden of gebouwd. Tegen 1972 was het eigenlijk het volledige terrein klaar. En zo is de club eigenlijk gegroeid van een kleine provinciale club tot wat we nu hebben. Ik mag wel zeggen de grootste club van Limburg. We waren trouwens ook de eerste van Limburg. Ondertussen zijn er een aantal bijgekomen. En dat is tot nu toe de geschiedenis eigenlijk. Hè? Ja. We hebben 18 holes. De andere clubs, er is één kleinere club van Golf Forum Lummen. En de andere clubs hebben nog meer holes, 18 plus 9 eventueel. Maar wij zijn natuurlijk wel de oudste club. We hebben dan ook de meeste traditie, om het zo te zeggen. En qua ledenaantal zitten we wel bij het hoogste ledenaantal van Limburg. Dat wel, ja, van de provincie. Het terrein is 63 hectare groot en er zijn eigenlijk, we beschouwen dat als twee gedeelten. Het linkse gedeelte van hieruit gezien is het bosgedeelte en het rechtse gedeelte is het heidegedeelte. En dat is tegelijkertijd ook de grootste troef van onze club, waar we bijna wereldbekend voor zijn. Dat is die prachtige heide die in bloei komt midden augustus, begin augustus tot midden september. En dat is, ja, zoals u zelf kunt zien, jammer genoeg schijnt het zo niet, maar het is prachtig. Aan de andere kant hebben we hier echte pure zandgrond, heidegrond. Dat betekent dat ons terrein normaal gezien over het hele jaar bespeelbaar is, ook als het zeer veel regent of heel nat is. In tegenstelling tot de meeste clubs hebben wij meer problemen, tussen haakjes, als het droog is dan als het nat is. Buiten deze waterpartij die u hier ziet, hebben we geen enkele andere waterpartijen. En het is een zeer uitdagend, het is een zeer technische baan, maar toch, voor elke hole heeft zijn mooie zicht, zal ik zeggen, en het is puur genieten. Ellen, jij behoort tot de absolute top van de Belgische golfsters. Vorig jaar was je nummer 1. Vertel eens iets over je carrière. Goh, mijn carrière is op dit moment eigenlijk nog heel kort. Ik ben pas begonnen te golven toen ik 18 was. Het is nu reeds het vijfde jaar dat ik op de Ladies European Tour speel. Hoe moet ik daarop terugkijken? Dus ik heb op eigenlijk die korte tijd heb ik heel mooie dingen kunnen neerzetten. De tegenkanten daarvan is dat je natuurlijk ook momenten hebt waar het minder gaat. Maar voor mij zeker mijn opmerkelijke prestaties die ik heb neergezet. Dus mijn overwinning op de qualifying school 2 jaar geleden. Mijn tweede plaats na een toch wel legendarische Laura Davies in Noorwegen. Dus als ik daarop terugkijk, ik ben langs de ene kant heel tevreden over mijn korte carrière die ik nog maar heb gehad. Ik hoop dat ik nog een heel lang carrière voor de boeg heb. Maar ik wil in die jaren zou ik toch nog een heel stuk willen groeien en kijk ik uit wat er komen zal. En wat is het belang of niet belang van de Belgische speelsters in het European Ladies Tour?
Goh, op zich zijn wij maar met twee Belgische speelsters op de Europese Tour. Dus Lara Tadiotto en ikzelf. Hoe bekijken wij dat? Dus wij zijn op zich... mensen hier in België bekijken het meer als eigenlijk concurrenten. Lara en ik bekijken het absoluut zo niet. We zijn collega's. Uiteraard wil iedereen die een wedstrijd gaat doen, je bent voor je eigen daar voor prestaties neer te zetten. En wilt je altijd de beste zijn. Maar het is niet zo dat we zeker een sfeer hebben onder elkaar dat we concurrenten zijn. Het is nog altijd zo, als er ergens iets gebeurt, dan weten we dat we op elkaar kunnen steunen. En het is... ja, ieder jaar, de ene persoon heeft het ene jaar goede prestaties, de andere persoon heeft het andere jaar mindere prestaties. In sport is dat nu eenmaal zo, dat het op en neer kan gaan. Oh, een sport van de vrouwen, als we gaan kijken naar de visibiliteit die er op het moment is naar de vrouwen toe, is op dit moment nog op een tamelijk laag pitje in vergelijking met de mannen. Eén groot voordeel is sowieso met Tiger Woods, is golf sowieso... populairder geworden. Uiteraard is dan mannengolf nog populairder dan vrouwengolf, maar ik denk als we 5 jaar verder zijn, dat inderdaad vrouwengolf op heel wat stappen voorwaarts heeft gemaakt. Ja. Een tip voor beginners. Ik zou zeggen, als je begint met golven, begin dadelijk met les. Absoluut geen aanrader om leren golfen 1 jaar op je eigen kunsten, talenten en dan pas les te gaan volgen. Want dat gaat het absoluut veel moeilijker maken voor degene die gaat golfen. Dus ik zou zeggen, begin met golf, dadelijk met les en niet op jezelf. En een tip voor de bijna pro's of zelfs de pro's? Goh, ik zou zeggen, heel belangrijk, niet altijd het meest evidente, is... blijvend hier en nu. Denk niet terug aan wat geweest is. Denk niet aan wat er op u te wachten staat. Speel shot per shot.